hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Vandaag heel vroeg opgestaan. Ik heb mijn wekker gezet. Want ik wil echt gewoon heel graag even mijn huis even grondig schoonmaken. Dus ik heb alles een beetje lopen schoonmaken. En ze heeft me even geholpen. En hij is nu even naar een afspraak toe. Dus ik heb even in de tussentijd even mijn haren ook gewassen. En dan ga ik even mezelf nu even klaarmaken. Want ik heb afgesproken met een vriendin. Dat is een beetje de planning voor nu. Ik heb echt heel veel trek, want ik heb nog niet ontbeten. Ik probeer even voordat ik vertrek gewoon dit helemaal op te drinken. Waarschijnlijk moet ik wel echt 10 keer naar de wc. Maar ik moet echt even meer water drinken. Zo, ik heb me klaargemaakt. Ik ben gewoon heel casual gekleed. Ik heb mijn nieuwe hoops in. Van die mega hoops heb ik gescoord. Laatst. En ik heb een topje aan. Een bodysuit is eigenlijk van de Zara. En ik heb mijn mom jeans aan van de Bershka. En daaronder mijn nieuwe schoenen van de Zara. I love them. Ik wil niet weten hoe lang ik erover heb gedaan om deze hoops te vinden in gold-plated. Want ze zijn er overal, H&M, Zara, overal kan je ze vinden, maar niet gold-plated. Ik heb ze eindelijk gewoon gevonden. Ik ben er heel blij mee. Mijn vriendin is al beneden aan het wachten. Dus ik ga even heel snel naar beneden. Ik neem ook even mijn nieuwe vestje mee van de Zara. Het is zo'n crop vestje. Ik vind hem echt heel cute. Dus kijk eens met wie ik hier ben na een dikke maand. Ik ben weer met M&M. Wij zijn bij de McDonald's. En deze meid wil een of andere gekke mixdrankje proberen. Wat wil je proberen? Vanille milkshake met espresso erin. Dus we gaan nu naar McDonald's. Ik bestel gewoon een cappuccino. En zij gaat gewoon die milkshake even mixen met een espresso. Ik ben echt benieuwd. Ik ook. Ik denk eerlijk gezegd dat het echt best wel lekker is. Want je hebt toch ook gewoon vanille... koffie. Bij de Starbucks, ja toch? Ja, en dan klopt. Koud. Eigenlijk heel stom, maar het is eigenlijk bijna hetzelfde. Ja, het is soort van ijskoffie. Ja, ik zweer met vanille. Mensen, dan gaan we het proberen. Oh my god. Oké. Je moet ook even roeren. Ik heb een lepeltje. Ja. Doe met die rietje. Nou, daar gaan we. Nou, gaat goed. Doei. Het is wel echt geklungel. Nou jongens, mijn haar is het echt vergeten. Dan gaan we. Ik heb hier gewoon een normale cappuccino. Ik doe gewoon veilig. Ik heb, volgens mij is het wel lekker. Ja, ik heb vanille met espresso. Als het niet lekker is, ga ik echt huilen. Ja, het is wel lekker. Maar volgens mij smaakt het gewoon een milkshake, hè? Ja, zo'n koffiemilkshake. Oh, dat is best wel ook lekker. Even proeven. Oh, moet dat? Ja. Oh nee. Ja. Het is gewoon frappuccino. Ja, eerlijk, het is gewoon frappuccino. Dat is wel lekker toch? Het is echt gewoon lekker. Dit is gewoon Starbucks frappuccino. En dan met een smaakje eraan. Ik vind het echt lekker. En zonder slagroom. Het is geslaagd. Dat is wel lekker. Ik geef een 8. Jij? Ja, ik ook. Ik zou dit wel vaker drinken. Ja, wel lekker. Goed idee. Misschien moeten ze dit in een assortiment doen. Ja, ze hebben toch tegenwoordig caramel macchiato of zo bij de Starbucks? Bij de Mac? Ja, bij de Mac inderdaad, bij die Mac Café. Ik ben eerst aan het vloggen. Ik laat hem niet los. Ik wil nog wat zeggen tegen mijn volgers. Nou, kijk hoe mooi bruin ze is. Je bent echt mooi bruin geworden. Ik heb die bruiningscrème. Oh, zo mooi. Voor niks een week lang. En je hebt blauw aan. Sinds wanneer doe je blauw aan? Wat mooi. Ik dacht een beetje wat anders dan zwart. Mooi hoor, vriendin. Ja, nou, en nu gaan we even lekker eten ergens. Dus we zitten dus buiten bij een Turks restaurantje aan het water. We dachten, oh lekker mooi weer, blauw. Maar het heeft echt gewoon kapot hard. Het is fucking koud. Ik heb een dekentje gevraagd. En ik ga lekker heel veel thee drinken. Ze kijk me echt even wat ben je allemaal aan het willen in de camera. Oh. Hey guys, wij gaan starten met een soepje. Ik heb hier echt heel veel zin in, linzensoep. Ga je lekker peper erin doen? Sowieso. Ik wil ook. Kijk, ik wil dat ze kapot veel erop. Beetje doodgaan. Lekker een beetje smaken mee eten. En de rest van ons eten. We hebben voor mensen gekozen. Koud en warm. Ziet er echt wel goed uit eigenlijk. Mm-hmm. Kijk.
We hebben een theekan besteld. We gaan vandaag alleen maar thee drinken. De hele dag door. Helemaal van ons. We zijn nu bij Alexandria. Want M&M moet even naar Issy Paris. Even een cadeautje halen voor iemand. En we hebben dus gewoon kaartjes gefixt voor Jan Bino. Tenminste, Nesme heeft kaartjes voor ons gefixt. En we gaan vanavond weer naar Comedy Club. Yeah. Deze meid is helemaal bezweet. Mijn god, we zijn even naar Alexandria gegaan. Toen heb ik allemaal broeken gepast bij de Zara. We waren echt heel erg overtuigd. We gewoon een maat 36 hadden bij de Zara. We kwamen precies geen één broek in, behalve, oké, eentje. Van de vier kwam ik er eentje in en die heb ik gehaald. Nu zijn we even bij de avondwinkel. En we gaan hier even zonnepitten halen en cola. Dat is een beetje de planning. Wij zijn thuis jongens, we hebben zonnepitten gehaald. En we gaan nu Turkse koffie drinken die Emma heeft gemaakt voor ons. Ik zit gewoon, wat zei je? Ja. Ik zit gewoon letterlijk zo op mijn stoel. Ik heb mijn broek uitgedaan. Alles gewoon uit. Mijn haren vast. Gewoon chill modus. Dat als je me thuis komt. Zodat we naar Jan Dino gaan. Nou jongens, daar zitten we dan weer. In de auto met z'n drieën. Hey, Antalya Thijs. De drie musketeers op pad. Wij gaan dus naar Comedy Club, heb ik al verteld. En we gaan even naar Jan Dino toe. Lekker gezellig. Dan kun je lekker hapjes bestellen. En drinken. Ook zin in. De tank. Wat dan? Ja, kan. Lekker. Mijn haar is ook echt voor geen meter meer. Ik heb er niks meer aan gedaan. Ja. Nou jongens, daar zijn we weer. Oh ja, Pines. We zijn drinken en eten aan het bestellen. Heel mooi licht dit. Prachtig. Hele leuke avond gehad. We zijn net thuis. Nessie zei dat de show een uur duurde, maar het duurde ongeveer 2 uur. Ja. Dus M&M is even snel weer terug naar huis gaan rijden. Ze vond het ook heel gezellig. Ze vond het heel leuk. Ze vond het heel leuk. En we hebben ook nog gezongen voor haar. Ja, we hebben ook nog gezongen voor haar. Onze afscheidsliedje weer hebben gedaan. Net zoals in Antalya. Onze afscheidsliedje net zoals in Antalya. Nou, in ieder geval. Ik kan niet wachten om mijn pyjama aan te doen. Jullie kennen me. Can't wait. Can't wait to see my cats. Can't wait to shower. Can't wait. Oh. Even voor slaap gaan we nog even fruit eten. Ik heb hier focus druiven. Ik heb met mijn gezicht gewassen en gescrubt. Ik ga even een nachtcreme op doen. Ik gebruik deze eigenlijk een dagcreme, maar ik vind hem echt super chill. Deze dus. Daar krijg ik best wel vaak vraag naar. Druiven voor de Dinari AUB. Echt, waarom zit je altijd zo op onze tafel? Hallo? Ik heb mooie ogen in de nacht. Oh, zo mooi. Zo mooi met mijn knubbeldiertje. Nou guys, zoals jullie zien heb ik me even helemaal ingesmeerd. Mijn huis ziet er echt tiptop uit. Ik ga even lekker mijn vitamintjes slikken samen met Nes. En dan gaan we richting bed. Dus ik zie jullie denk ik hierbij. Morgen weer. Doeg.